Parlementariër Evert Karto van ABOPL-fractie is van oordeel dat er nog niet gereshuffeld moet worden. Als de ministers geen geld hebben, hoe moeten zij dan projecten uitvoeren? Als de ministers geen geld hebben, hoe moeten zij dan gaan werken? Evert Karto, parlementariër, die geeft er ook aan dat het nu duidelijk te zien is dat de president en de vicepresident niet op één lijn zijn wanneer het aankomt op reshuffling. Waar de president aangeeft dat er gereshuffeld zal worden, geeft de vicepresident aan dat er niet gereshuffeld zal worden. U hoort PLA-BOP. Parlementariër Evert Karto. Kijk, zo'n vraag je jezelf af, meneer Ganesh. Is het nodig? Zo ja, zo nee. En waarom het nodig is om die reshuffling te doen? Ja, toch? Dat wil zeggen, de president, als hij zo'n uitspraak maakt, dan maakt hij zijn eigen rapportage, hij evalueert zelf. En inderdaad, misschien heeft hij gezien dat het bepaalde ministeries niet goed draaien. Aangezien hoe dus het land nu draait. Want de minister, functioneren hoe het moet functioneren. En aan de kant hoor je van dat de ministeries dan ook geen middelen krijgen om goed te functioneren. Dus wij als DNA-leden gaan altijd communiceren met de ministers. Wat heb je al gerealiseerd in de 2 jaren? En wat is al gedaan? En met welke middelen heb je gewerkt? En als blijk van dat ze geen middelen krijgen in de zin van qua begroting en wat wordt begroot. En je krijgt die middelen, dit geen financiering vanuit Minfin. Dan hoe ga je dan werken? En dan ga je dan de blam sturen van dat de minister hun projecten niet kunnen draaien. Want vele ministeries zeggen ze hebben geen geld. Deze hebben geen geld. Want je wil deze aan reshuffelen. Maar de man moet niet van de orgo. En als het beleid niet goed wordt gedaan of goed wordt uitgevoerd, dan hij zegt hun beleid van het ministerie wordt niet goed gedaan. Zo, iedereen heeft zijn plannen. Dus bij deze eigenlijk moeten ze ook kijken naar wat het ministerie van Financiën doet. Geef ze hun middelen. En straks zitten we op de begroting te behandelen. En alles is ingekort. En als je wil gaan moderniseren bij elke ministerie, als u bepaalde trajecten en planningen hebben van elke ministerie en er geen middelen, hoe ga je dan te werk? Dus pas wanneer ze geld hebben, kunnen ministers en DC's functioneren? Kijk, alles draait om geld, hoe het geld afdraait. Als je geen middelen hebt, hoe ga je doen? Hoe gaan die DC's nou werken? Er zijn in alle districten hebben zoveel problemen. Maar als een DC geen geld heeft, ga je niet steeds ondernemers vragen. En je gaat niet steeds gillen van er is money no day, er is geen geld. Maar er worden gelden, zo werken we met buitenlanders. Er wordt geïnvesteerd, er komen investeerd, dat zegt de president. Maar dan, hoe gaan zij dan om als er geen geld is? Dus als ze zeggen om reshuffelen, laat de president goed evalueren. Waarom? En ook het verklaring geven, waarom gaan ze reshuffelen? Hij zegt hij wil reshuffelen, maar hij geeft geen verklaring. Laat hij zichzelf eerst beoordelen, toch? Ja. Hoe zit het met de PL en de ABOP-ministeries? Kijk, sowieso zeggen de PL en ABOP-ministeries tot nu toe eigenlijk, we draaien goed, maar het is niet voldoende. Vanwege het gebrek aan middelen. Want als je iets plant, net als wat de VP zegt, de ministeries van de ABOP-PL maken plannen. Ze willen bepaalde dingen realiseren. Maar er zijn geen middelen om die te doen. Dus ligt het weer terug, komen we weer terug op die middelen. We hebben geen geld. Maar zou er daar reshuffling moeten plaatsvinden van de PL-ABOP-ministers? Kijk, van de PL-ministers, laten we zeggen, als je kijkt naar wat ze hebben gerealiseerd en hoe ze dat hebben gedaan, kan ik toch een uitspraak maken. Waarom? Ik vind het niet nodig om steeds te gaan denken aan reshuffelen. Het kost ook het land, de staat geld. Als iemand niet goed doet, dan moet hij die ondersteuning geven. Zowel vanuit DNA als ook de president, waarom het niet goed gaat. Maar reshuffelen is geen optie. Dan wie ga je daarbij zetten? Maar Oyere, PL-voorzitter, Paul Somaharje Taki. Hij is ook geen voorstander van reshuffling. Maar aan de andere kant zien we dat de regering steeds
hun mond vol heeft. Steeds, we horen ze steeds zeggen, eenheid in bestuur. Dus wat eenheid deed. Als eenheid deed, zou je geen uitspraken horen van de president. Want als de president van Reshufflen, VP van Reshufflen, dat was eenheid. Dus, laat me zeggen, ik voel het niet aan. Want bij eenheid is er altijd een goede communicatie. Dus laten we, voordat we over eenheid praten, laat de regeringscoalitie dan eerst die kunnen bewijzen. Maar niet alleen in woorden, maar ook in de praktijk. Dus we moeten eerlijk zijn naar het volk. Eenheid naar dit momenteel. Naar het volk en ook naar de coalitiepartners. Eén, realistisch blijven en goed communiceren met de coalitiepartners. Alles wat wordt gedaan en wordt doorgevoerd of wat wordt gerealiseerd, wordt gepland. Samen, alles in samenspraak. Maar als, dat nou de, als je dit aanvoelt, kan je niet praten over eenheid in beleid, toch? Dus contact met Bakawanyari of contact met Bakasiksimung, meneer Karto. Regering op money, de ministers op money, de DC's op money. De Bakadat, waar evaluatie kan komen of de reshuffle of niet. Precies dat. Geef ze wat ze nodig hebben. Dan kan je evalueren. Dan kan je zeggen, kijk, je hebt een project gepland. Je hebt prioriteiten gesteld. Je hebt het gerealiseerd. Met die middelen, dat is over. Dat komt terug. Zo kan je dan beoordelen. Maar het heeft niks met de vijfbeging. Je ziet toch? Dus dat is wat uw standpunt als parlementariër. Nog niet reshuffelen. Geen voorstander van reshuffelen. Maar als het moet, laten we kijken hoe ze dan functioneren. Wel bepaalde ministeries, maar laat ik het aan de president over. Misschien wil hij zijn ministers gaan reshuffelen die niet voldoen. Ja. Maar hoe zat de kritiek eten, meneer Karto, tijdens de vorige regering? De oppositie, die nu in de coalitie is, de man bij op om een probleem. Dan gaan we een reshuffeling doen, want de man heeft niet dat de ministers ik weet, maar met behoud van alle privileges. Maar daarom zeg ik, het gaat de stad meer kosten om te doen lekker vorig beleid. Want nu lijkt het of we hetzelfde beleid doen wat de vorige regering heeft gedaan. Moet je naast zijn, maar om te doen. Dus daarom, laat er eerst goed geëvalueerd worden. Contact in de regering stop, in een coalitie top. Laten we dan goed plannen. In overleg komen voor we gaan reshuffelen. En waarom ook. Ze moeten dan zeggen, dat op basis waarvan ga je iemand reshuffelen. Wat ik kenbaar, maar even onnodig DNA lid nog sabi. Wat gaan we moeten zeggen? Ja, toch? We blijven de ondersteuning vanuit de DNA. We blijven de sturing geven. Want uiteindelijk moeten zij dan uitvoeren, toch?